invloed heeft de corona op het lesgeven op jouw school? Nou, het maakt dat er nu heel veel leerlingen bij huis zitten omdat ze in quarantaine moeten en dat je in de les dus een aantal leerlingen mist en die moet je dus online inbellen. Dus dat maakt dat je lessen geeft die als het ware hybride zijn. Even, heb je daar ervaring mee? Ja, dat hebben we natuurlijk in de lockdown gedaan en toen was het vooral alleen online. En nu geef je vooral fysiek die les dus in het klaslokaal aan de leerlingen die aanwezig zijn en de leerlingen die thuis zijn, die kunnen via Teams inbellen en die kunnen op die manier meedoen met de les. Krijgen. Het niveau daarvan, zakt dat nou ook in vergelijking met het fysieke lesgeven? Wel, dat je dat merkt. Je kan online natuurlijk op een ander level die informatie overbrengen. En ik denk ook dat het wel terecht is dat er bij bijvoorbeeld de eindexamens gekeken wordt naar soepelere maatregelen. Hoeveel leerlingen het gaat wat de coronabesmettingen betreft? Ik weet voor 5 HAVO weet ik dat er rond de 10 zijn die op dit moment thuis zitten. Het valt in die groep nog wel redelijk mee. In andere klassen hier op school of in andere jaarlagen gaat het soms op dit moment zelfs wat harder. En zitten we, ja, weet je, het is de landelijke trend en een school is toch eigenlijk een maatschappij in het klein. En ook daar zie je dus dat wel het aantal besmettingen flink opgelopen is de laatste tijd. Heb je wel eens een hele klas tegelijk naar huis moeten sturen? Ja, dat is een hele mooie. Formeel misschien wel. Maar omdat de GGD daar niet heel duidelijk over is en ook de informatie op de overheidssite niet heel duidelijk is, hebben wij er bewust voor gekozen om toch te zeggen, nee, ook al zijn er minder leerlingen misschien aanwezig, hè, dus zitten een behoorlijk deel thuis, toch blijven die fysieke lessen blijven doorgeven. En dat is gewoon een keuze die wij gewoon gemaakt hebben op school, om niet de hele klas naar huis te sturen. Met name ook omdat er net al gezegd werd, dat fysieke, dat contact met die leerling vinden wij dusdanig van belang, dat we daarna die keuze hebben gemaakt om niet een hele klas naar huis heen te sturen of ja, in het ergste geval zelfs een hele school te sluiten, zoals vorige week bijvoorbeeld in Enschede is gebeurd. Ligt er dan ook een taak voor de ouders als ze merken dat hun kind niet helemaal... Ja, 100%. Ik denk dat wij afspraken met elkaar hebben gemaakt in de maatschappij, maar ook hier op school. Hou je aan de regels? Ben je snotterig of heb je klachten? Blijf thuis. Tegenwoordig krijgen de leerlingen, die krijgen allemaal een zelftest, krijgen ze van school mee, 2 in de week. Doe gewoon zo'n zelftest. Doe dat 1 of 2 keer per week, doe je dat. Check jezelf, hou jezelf in de gaten. Heb je maatregelen of merk je dat je wat verkouden bent of wat dan ook, blijf thuis. Even om hoeveel leerlingen die een besmetting oplopen of hoeveel collega's die hetzelfde hebben, het gaat? Uit mijn hoofd op dit moment 4 collega's en ik geloof rond de... Maar dat is in quarantaine, dus dat is ook niet helemaal duidelijk, hè, of ze nou wel of niet zelf besmet zijn. Of dat ze zijn het volgens mij rond de 80 op dit moment. Dat is nog een aardig aantal. Ja, zeker als je dan ziet dat dat wel geclusterd is in een aantal klassen. Hè. Dus van een aantal klassen zitten geloof ik 15, 16 leerlingen in quarantaine thuis.